Volkswagen heeft onlangs de nieuwe Golf onthuld en dan kun je erop wachten tot de neefjes volgen. Nou, vandaag is hier in Martorell zover, want hier staat de gloednieuwe Seat Leon. Dit is de vierde generatie alweer. In 1999 begon het avontuur met de eerste generatie Leon, wat eigenlijk een soort afgeleide was van de Toledo. Inmiddels is de Leon by far de belangrijkste auto voor Seat. 2,2 miljoen werden tot nu toe verkocht over drie generaties verspreid. En deze vierde generatie, kijk nou maar eens een keertje, het is eigenlijk een beetje een doorontwikkeling van de derde generatie. Want bij Seat waren ze blijkbaar erg tevreden over die derde generatie. Als je deze auto in een flits voorbij ziet komen, dan denk je misschien dat je de derde ziet. Maar als je goed kijkt, dan moet je naar deze punten kijken. Hier vooraan om te beginnen is het een veel grotere grill, een grote trapeziumvormige grill. En als je naar achteren kijkt, moet je eens even meelopen. Dan zie je hier achter een grote, strakke lichtbalk die beide achterlichten met elkaar verbindt. Dat is een stijl element wat we natuurlijk vaker tegenkwamen bij auto's binnen de groep met name. De auto is in zijn totaliteit flink gegroeid. Hij is weliswaar iets smaller, iets lager, maar hij is vooral een stuk langer, meer dan 8 centimeter. En de wielbasis werd ook een keertje 5 centimeter langer en dat komt ten goede met name aan de mensen achterin. En dat wil ik natuurlijk wel even zien. En ik heb zojuist wel eventjes de stoel in mijn eigen stand gezet en geef toe, ik heb hier fors beenruimte en een heel behoorlijke hoofdruimte. Dus dat is in elk geval vastgeslaagd. De kofferruimte is met 380 heel netjes voor deze klasse, hetzelfde als de vorige Leon. En voor de ST geldt zelfs dat die 30 liter gegroeid is naar 617 liter. Seat zet erg in op licht. Dat zag je in die lichtbalk achteral. Hier zit een soort stripje van sfeerlicht wat zo van binnen in een soort boog om je heen zit. Bijna overal zit LED-verlichting op de auto aan de buitenkant. Je kunt ook kiezen voor full LED koplampen en projectoren. En dan krijg je ook nog eens een keertje een welkomstboodschap op de grond geprojecteerd. Dan staat er hola en dat spreek je uit als hola. En als je Spaans nog slechter is dan het mijne, dan weet je nog dat hallo betekent. Van binnen is het heel strak geworden. Er zit weinig knopjes zitten erop allemaal. Het is een mooi digitale klok heb je hier voor je neus. Daar kun je van alles mee doen, instellingen en dat soort dingen meer. Elke Leon heeft vanaf de simpelste versie een 8,25 inch schermpje. Neem je de duurdere versie krijg je 10 inch erbij met 3D navigatie. Knoppen die bewegen als je al in de buurt komt. Je kent het uit de vorige Golf al. Grappig gedaan is hier bijvoorbeeld die luchtroosters. Die hebben diezelfde trapeziumvorm als de grill. Echt typisch herkenbaar allemaal. Voor de rest ja, heel strak, heel basic, maar wel chic. De derde generatie Leon had je in drie smaken. Je had de vijfdeurs hatchback, je had die SC, die coupé, en je had de ST. Die coupé is geschrapt, die is er niet meer en die komt niet meer. Wel blijft deze natuurlijk en de ST die ik zo meteen even laat zien. Seat biedt aardig wat keuzes qua motoren. Er komt een 1.3 TSI, die kun je kiezen met 90 en 110 pk. Dan komt er een 4-cilinder 1.5 TSI met naar keuze 130 en 150 pk. Er komt een TDI, een 2 liter, die kun je kiezen uit 115 en 150 pk, waarbij de grootste dan de sterkste heeft dan een DSG-versnellingsbak. En er komt een plug-in hybride, dat is een 1.4 TSI met elektrische hulp. Dat is een auto met een systeemvermogen van 204 pk, heeft een 13 kWh accu en daarmee kun je maximaal 60 km volledig elektrisch rijden volgens WLTP. De nieuwe Seat Leon komt in het tweede kwartaal van 2020 naar Nederland.